Assembleelid Karel Breiveld van de DOE-fractie is niet tevreden over de nota van wijziging die is ingediend door de regering. Hij vindt dat het ministerie van Financiën een betere job had moeten doen. Bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling gisteren benadrukte Breiveld dat het nieuwe model, waarbij alle 17 begrotingen in één wet zijn samengevoegd, onoverzichtelijk is. Verder plaatste de parlementariër enkele kritische kanttekeningen richting de regering. In 2018 wordt een hogere dividendafdracht op staatsaandelen in voornamelijk de mijnbouwsector verwacht van bijkans 11 miljoen. Ten aanzien daarvan enkele vragen, voorzitter. 1. Wat is het bedrag dat de overheid momenteel in totaliteit aan dividend op jaarbasis ontvangt van de bedrijven die in aanmerking komen voor verkoop van de aandelen? 2. Zullen alle aandelen worden verkocht of slechts een percentage? 3. Wat is het rendement op termijn van de verkoop van de aandelen ten opzichte van het jaarlijks te ontvangen dividend? Is hiermee rekening gehouden door de regering? 4. Zal er herinvestering van het bedrag plaatsvinden of zal het worden aangewend om de overheidsuitgaven te dekken? Deze vraag is een valide vraag, omdat uiteindelijk we iedere keer weer kijken naar het productieproces, waardoor we in staat zijn om meer inkomsten te vergaren. En als het weer gaat naar gewoon overheidsuitgaven, dan zijn we eigenlijk van nul weer naar nul. Breiveld wilde ook meer weten over leningen die de regering wil sluiten in de nabije toekomst. Daarnaast valt de parlementariër over de stijgende subsidie aan de EBS. Waaraan ligt deze stijging? Ons bereiken, voorzitter, namelijk geluiden over een bedrijf die aan EBS levert, waarbij 2 tot 3 maal gefactureerd wordt in vergelijking met andere leveranciers. En juist vanwege de enorme subsidie aan dit bedrijf is deze vraag en verduidelijking met betrekking tot de geluiden die ons bereiken zeer valide. In welke vorm, ten aanzien van het directoraat belastingen, in welk stadium zijn de plannen op dit moment met betrekking tot de belasting op toegevoegde waarde, code 51175, en welke concrete stappen zijn reeds gezet voor de daadwerkelijke invoering? De invoering zou in 2018 zijn. Wat is de datum van invoering nu? Is het nog haalbaar voor 2018? Graag ook nadere info over het geraamde bedrag at 394 miljoen. Wordt dit voor het gehele jaar berekend? Op grond waarvan wordt een toename in de loterijbelasting verwacht, code 51030? Is het aantal soorten loterijen toegenomen of zijn tarieven verhoogd? Tot zover parlementariër Karel Breiveld gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Hij is niet tevreden over de nota van wijziging die is ingediend door de regering.